Vrijdag 21 september is alweer de 6e editie van de Run for Joyce. Met als start en finish Sportpark De Heugde in Oosterwolde. De route die leidt de loper onder andere door de dorpskern van Oosterwolde en over landgoed Morren. En per categorie zijn er mooie prijzen te winnen. En voor iedere deelnemer hebben we een hele mooie attentie. Het run-event is voor zowel kinderen als volwassenen. De kinderen lopen afhankelijk van hun leeftijd de 500 of de 1000 meter. De volwassenen lopen de 2,5, 5 of 10 kilometer. De opbrengsten van de Run for Joyce komen volledig ten goede aan Huizen Joyce. Dit is een kindertehuis in China dat onderdak, onderwijs, liefde en voeding biedt aan gehandicapte weeskinderen in nood. Dus meld je aan voor de Run for Joyce op 21 september via de website runforjoyce.nl.